Welkom allemaal bij dit derde webinar in een reeks van 3 over de bibliotheek op school in het mbo. Mijn naam is Marleen Wijnen, ik ben projectleider voor de bibliotheek op school in het mbo bij Stichting Lezen. En ik mag vandaag jullie host zijn bij dit webinar. We begonnen in december vorig jaar met het webinar Onderwijslandschap van het mbo. En vervolgens kwam in februari het webinar Lezen in het mbo, waarin we vooral spraken samen met Kees Broekhoff en nog een heleboel anderen over lezen in het mbo en leesbevordering in het mbo. En vandaag gaan we echt met de voeten in de klei, zoals het zo mooi heet, naar de praktijk van alle dag. En we zijn met velen, meer dan 260 mensen hebben zich aangemeld voor dit webinar. En daaruit blijkt maar weer dat het de behoefte aan tips en tops als het gaat om lezen en leesbevordering in de onderwijspraktijk van het mbo, dat daar graag informatie over willen hebben. En daar komen we dan ook graag aan tegemoet. En het gaat vandaag dus vooral om de vraag, wat kun je doen om jongeren aan het lezen te krijgen, vooral te houden? Welke rol speel je daarin als leesconsulent? En hoe breng je dat nu naar jouw studenten? En heel fijn is het dat er zoveel docenten zijn, want ook zij zullen daarmee te maken hebben. En ik weet zeker dat je aan het einde van dit webinar met tal van ideeën het webinar gaat verlaten. Ik dacht dat ik ga naar buiten toe gaat, maar helaas gaat dat niet. In ieder geval niet in deze setting. Nou, we zijn enorm blij dat Annette Jansen en Yannick van Dalen van Huis 73 bereid zijn om hun kennis en ervaringen met ons te delen. Beide zijn al jaren actief als het gaat om de bibliotheek op school in het mbo en zijn vanaf het begin af aan ook al betrokken. Twee kanjers die samen met het team van Koning Willem I College al heel veel jongeren aan het lezen hebben gekregen. En het fijne is dat ze dat niet alleen doen nu vandaag tijdens dit webinar, maar hun kennis en ervaring delen ze ook in de brochure die vandaag ook online staat. Dit is nog maar een print, maar je kunt het dus ook online lezen. 25 werkvormen leesbevordering voor het mbo. En daarin hebben Annette en Yannick hun kennis en ervaring ingedeeld. Maar ook hun docenten waar ze mee samenwerken hebben een bijdrage geleverd door ook vooral aan te geven wat wel en wat niet werkt. Ik wil Yannick en Annette vragen om hun camera aan te zetten en de microfoon. En dat geeft mij ook meteen de gelegenheid om nog een paar huishoudelijke mededelingen te doen. Dit webinar wordt opgenomen en is naderhand ook te bekijken. Je ontvangt per mail de link. Als je het niet goed kunt horen, dan is het handig om de oortjes erin te doen of de koptelefoon op te zetten. Dan gaat het net wat beter. En mocht je vragen hebben, stel die dan via de knop op het scherm, het ronde knop met het vraagteken in. En tijdens het webinar beantwoorden Inger en Stineke IJsseling, Inger Bos en Stineke IJsseling een aantal vragen. En we komen aan het eind van het webinar ook terug bij Annette en Yannick met jullie vragen. Maar dat is helemaal aan het einde. Welkom Annette en Yannick. We hebben afgesproken dat jullie jezelf voor gaan stellen. Ik wens iedereen heel veel plezier. Ik wens jullie ook heel veel plezier bij dit webinar. En we zien elkaar over een kleine 40 minuten weer terug. En tot dan. Dankjewel Marleen. Super fijn dat we onze schriftelijke brochure vandaag toe mogen komen lichten. Mijn naam is Annette Jansen. Ik ben specialist lezen bij Huis 73 in Den Bosch. En als specialist lezen ben ik altijd dol op andere boekentips. En mijn laatste boekentip heb ik zelfs uit een Young Adult boek gehaald. Een boek van Lydia Rood, wat in de e-books bibliotheek staat. Je snapt het wel, corona, geen diepst open, af en toe thuiswerken. En daar had ik uit sprong uit de leegte van Lydia Rood een hele mooie boekentip gehaald. Ten oosten van Ede, van Steinbeck. Ik kwam me daar wel in vergist, want in het boek leest het meisje het boek 3 keer en het is meer dan 600 pagina's, want het was meer dan de moeite waard. Mag ik het woord aan jou geven, Yannick? Ja, dat mag, Annette. Ik ben Yannick, ik ben leesconsulent bij Huis 73. Ik werk op een aantal primair onderwijsscholen, ook bij wat kinderdagverblijven. Maar het meest van mijn tijd werk ik bij het Koning Willem I College in Den Bosch als leesconsulent. En daar ben ik eigenlijk heel simpelweg gezegd de biepjuf. En die titel die draag ik met heel veel trots.
Zeker als ik weer eens door de gangen loop bij het Koning Willem 1 College en een student van een jaar of 20 van 2 meter heel hard door de gang roept. Hey, Piepje, ben jij er ook weer? Dan wordt mijn hartje warm. Annette. Daar gaan we dan. Als het goed is, zien jullie nu de presentatie en anders... lijkt me goed te zijn gegaan. Zien jullie nu onze namen even in beeld en dan gaan we heel snel beginnen. Want na een korte theoretische onderbouwing, klinkt heel zwaar, maar in ieder geval een paar dingetjes, gaan we aan de slag. Wellicht in totaal 5 werkvormen voor. De eerste zit aan het begin en de andere 4 die krijgen de floor strakjes. Daar werd ik al voor gewaarschuwd. De eerste die we met je willen delen, dat is het raadgedicht. Het is een kant-en-klare werkvorm. Als je hem al gedaan hebt, dan ben je vast net zo enthousiast als ons. Hij staat in de actieperiode wekelijks voor je klaar, maar het archief is gigantisch. En uit het archief haalde ik dit gedicht van Chavonne. We hebben net een YouTube-filmpje zitten kijken, want ik wist niet precies hoe je het uitspreekt. Het is haar voornaam en haar artiestennaam. Het is een mooi gedicht, wat je volgens mij best wel met veel... studenten kunt lezen. Het is niet te ingewikkeld. Er zit wel een boodschap onder, maar die kan je volgens mij wel oppakken. 1 woord is afgestreept. Dan heb je een week lang de tijd om oplossingen te verzinnen. Als je dat naspeelt, doe je dat in de klas in een lesuur, denk ik. Op de website staat informatie over degene die het geschreven heeft. En dit is natuurlijk wel iemand die dichtbij onze doelgroep staat, de studenten van het MBO. De oplossingen die in een week binnenkomen, zetten ze in een mooie woordwolk neer. Het rode woord is het woord wat in het gedicht worden. En wat zij zelf de mooiste van de oplossingen vinden, want ze trekken altijd de dichter zelf erbij. Het mooiste verkeerde antwoord vond ik dromen. Dat zou ook erg goed passen. En zo zou ik nog steeds achter de boodschap van het gedicht kunnen staan. En dat is natuurlijk wel heel mooi, want je hebt wel een beetje interactie. Echt een mega archief. Raadgedicht kom je tegen in de brochure en op de web, vertellen we dadelijk nog meer over. Dan gaan we over naar de inhoud. We hebben 5 inspiratiebronnen waarmee wij komen tot het werk wat we doen. En die zijn wat theoretisch soms, maar ook soms heel praktisch. En die helpen ons om een kader te geven aan ons werk. Het eerste is natuurlijk de actualiteit. Een heel leuk artikel, ik hoop dat het niet ondergesneeuwd is in al enkele andere artikelen van de afgelopen periode, was dit van Adriaan van Dis. Moeten we een zachtaardige knokploeg oprichten om de ontlezing te bestrijden? Een heel mooi literair geschreven artikel over wat we allemaal zouden kunnen doen met z'n allen en waarin we heel erg samen optrekken en waarin je in Buitenhof ook toelichting mocht geven. Alle linkjes laat ik je straks zien waar ze staan. En hij zegt ook, laten we vooral met een economische blik kijken. Want de politiek kijkt eigenlijk alleen maar naar de economische kant. En we weten allemaal met ontlezing dat er onderzoeken zijn in Amerika die zeggen 1 euro die erin investeert, levert je 6 tot 8 euro per jaar op. Maar hij heeft het aan de andere kant bekeken hoeveel het ons hoeveel we missen als we niet iedereen erbij betrekken. En Sylvia Witteman maakte zaterdag nog een mooie statement op het stuk Fast Food voor Lezers. Ik denk dat de meesten dit wel gelezen hebben, maar anders echt wel even de moeite waard om je mening over te bepalen. En zij vertelde, meisjes die vernederd en vermoord worden, zo'n boek, daar krijg ik meteen zin in. En ze zegt dan aan het einde ook, als docent kun je zelf met zo'n pulpboekje, en zij vindt het een geuzetitel, kun je allerlei dingen aan de kaart stellen. En of je het nou over het jargon waarmee je over teksten praat hebt, of dat je het hebt over racisme en seksisme, als het aan bod komt in een boek, kun je er met z'n allen goed over praten. Je hebt een verhaal in het midden, wat niet per se zeg maar je persoonlijke verhaal is, dus iedereen kan zijn mening geven. En de ander misschien om een ruimte te geven, om ook zijn mening te geven. Waar we ook heel erg blij mee zijn, is de brochure Meer lezen, beter in taal. Onlangs de nieuwe editie. Het onderzoek over motivatie bijvoorbeeld heeft mij in het begin heel erg geholpen. Als je die 3 punten uit elkaar haalt, die motivatie, competentie, relatie en autonomie. Dan krijg je ook weer een mooi kader om activiteiten op te ontwikkelen. Maar er staat natuurlijk veel meer in. We zijn natuurlijk super trots op de foto's die toen bij ons zijn gemaakt.
op dat koning Willem I. Een ander kader wat we hanteren is altijd die leescirkel. En vandaag zitten we heel erg in het stukje, geeft de helpende volwassene zijn rol? Want jij als helpende volwassene, jij als juf, docent, leerkracht, leesconsulent, bibliothecaris, hoe je je ook noemt, welke geuzennaam je ook aanneemt. Jij als helpende volwassene hebt echt een heel belangrijke rol. Zoals onze voorzitter van de Raad van Toezicht van Koning Willem I zei, ze zijn nog niet af als ze bij ons komen. Dat betekent dat je dus nog een rol hebt om lezers te kweken. En nou ja, dat is waar ik elke dag mijn bed voor uitkom eigenlijk. Daarnaast is reageren, hetgene wat je doet na het lezen. Natuurlijk ligt dat bij uitstek onder de brochure die we vandaag bespreken. Als je ruimte heeft aan het reageren, wordt je leescirkel compleet. En als je daar tijd voor inruimt, is dat zo de moeite waard. En we snappen allemaal dat tijd inruimen heel lastig is. Maar echt, gun het jezelf, gun het je studenten. Dat is wat de leescirkel compleet maakt. En natuurlijk onze monitor. De MBO heeft een hele piepkleine vragenmonitor. Dat wil zeggen, niet piepklein in vragen, maar in deelnemers. Maar is wezenlijk belangrijk. En daar halen we een heleboel informatie uit. Dit is van een van onze opleidingen in 2019. En dit zijn vier vragen, ja, waar we toch wel regelmatig op teruggrijpen. Van wie krijg je tips voor leuke boeken? Kijk hoe belangrijk iemand in de schoolbibliotheek al kan zijn. En ja, wat voor groeipotentieel er nog zit. Dat de docent in Nederland van deze leeftijdsgroep al best goed meedoet met de vrienden. Maar dat hij ook nog wel een stukje kan groeien. Nou, daar kan je hier allemaal uithalen. En daar kan je je doelen op vaststellen. Nou, op het moment dat we met onze werkvorm aan de gang gaan, dan kijken we wat lees je vanzelf al graag. Daar kunnen we je tegemoet komen, daar kunnen we je ontmoeten. En wat lees je nog niet zo graag? Wat voegen we dus toe als helpende volwassenen? En natuurlijk de vragen, hoe vind je het om een boek te lezen? Toch best goed. En vind je het belangrijk om te lezen? Vind ik helemaal een mooie. Want bij ons op het funderend vinden de leerlingen het heel belangrijk om te lezen. En omdat daar elke dag een half uurtje tijd is om te lezen, vinden ze aan het einde van het jaar ook nog eens vanzelfsprekend om het gewoon te doen. Dan komen we bij de brochure. Tadadada, ten doop gehouden nu, zojuist door Marleen. Helemaal fijn. Er staan uitgangspunten in genoemd. Wat eigenlijk het belangrijkste was, want je hebt natuurlijk altijd zo'n kadertje nodig voor ons, was om te kijken, wat kun je nu de volgende dag in de klas doen? En wat kan je ook nog doen als je klas al een leesklas is? Dus er zit een beetje diversiteit in, een beetje verschillen in. Het ene gaat meer in op boeken, het andere gaat meer in op de reacties. En we hopen dat jullie er heel veel plezier aan beleven. En volgens mij ga ik hem nu aan jou geven. Ja, dat is goed, Annette. 25 werkvormen. Je moet toch even ding uitzetten. Ja, hoe ging dat ook weer? Stop. Deze, ja. Oh, ja. 25 werkvormen. Volgens mij nog steeds niet goed. Not showing anything. Lepien! Wij zien onszelf nu niet bedoeld. Nee, ja, goed. Ik ga ervan uit dat het allemaal goed. Oh. Ja, je bent gewoon te zien en te horen. Niks aan de hand. Oh, nou, te gek. 25 werkvormen over rondom leesbevordering in het mbo. En wij vonden het heel erg leuk om er een aantal van die werkvormen in het zonnetje te zetten. De eerste hebben jullie al gezien, het raadgedicht. Hoe leuk is het om daar je les mee te beginnen? Elke dag een gedichtje. Er is niet heel veel tijd en er kunnen fantastische gesprekken uit ontstaan. De tweede werkvorm die we in het zonnetje willen zetten is een van mijn favorieten, namelijk blind date. Ik ben gek op blind dates met boeken. En het werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt een boek, je pakt het boek in een cadeaupapiertje en je schrijft er een datingprofiel op. Waarom? Ten eerste omdat het studenten op een andere manier naar een boek laat kijken. Zo van, wat heb je nou toch weer gedaan? Je hebt een boek ingepakt, jij bent een beetje raar. Dat is al winst, want dan kijken ze in ieder geval toch twee keer naar het ingepakte boek. Maar ook omdat, net als alle andere mensen, ook studenten soms naar de kaft kijken. Alleen maar naar de kaft kijken. En niet alle kaften vind ik eigenlijk even goed aansluiten bij het boek. Dan denk ik, oh, dit boek is zo mooi. Maar het is een beetje een weeskindje uit de bieb, omdat er eigenlijk een beetje een verkeerde kaft om zit.
pak je ze in, dan gaat het daar dus niet meer over. Wat ik meestal doe, is een gekkigheid erbij. Rondom Valentijnsdag heb je geen date met Valentijnsdag, date een boek. Zomervakantie komt eraan, ben je zielig en alleen, date een boek. Ik ga er twee even met jullie doornemen. En mocht je denken dat je weet welk boek het is, hou het in je hoofd. Want aan het eind zal ik ze uitpakken en dan kan je zien of je het goed hebt. Het datingprofiel van dit boek. Een date met mij. Wij zijn zeker een match als je van voetbal houdt. Maar als dingen misgaan, kom je er met mij achter dat vriendschap en familie ook belangrijk zijn. En met mij beleef je een onvergetelijke zomer. Kies hier voor mij en durf je je dromen te volgen. Ik heb er nog één. Spannend, hè? Wat zou het zijn? Tip, het is een vrij recent boek. Nog een date. Want waarom zou je maar met één boek daten, nietwaar? Een date met mij. Ik neem je mee op vakantie naar Turkije. We gaan de nieuwste hotspot promoten op social media. Alles voor de volgers, maar niets is wat het lijkt. Durf jij deze spannende date met mij aan? Moet het nou altijd een enorme lap tekst zijn en een hele lap tekst? Nee. Je kunt natuurlijk ook gewoon, als je het boek gelezen hebt, wat kernwoorden neerzetten. Dan zou je bij deze bijvoorbeeld social media, volgers, spanning in kunnen schrijven. En bij dit boek zou je kunnen zeggen vriendschap, relatie, voetbal, dromen, ik noem maar wat. Dus het hoeft niet altijd een hele tekst te zijn. Maar ik hou nou eenmaal gewoon van leuke datingteksten maken. Dus vandaar dat ik het zo doe. En dat was de werkvorm die ik in het zonnetje wilde zetten. Ik leg ze even hier, want ik moet ze natuurlijk nog uitpakken straks. Een van de volgende werkvormen, niet een van de volgende werkvorm die we voor jullie even wat meer wilden toelichten en wat levender wilden maken, is de werkvorm boekenproeverij. De boekenproeverij is echt geweldig, zeker voor docenten en studenten die met elkaar nog niet zo heel veel gelezen hebben. Want weet je eigenlijk wel hoe ontzettend veel leuke boeken er te vinden zijn in de bibliotheek? Ik denk het niet, want ik verbaas met elke boekenproeverij nog docenten en studenten die denken van, oh wauw, kan dat ook? We hebben 5 categorieën uitgekozen. En dat kunnen alle categorieën zijn die je wil, maar ik hou me even bij wat we voor vandaag hebben uitgekozen. En de eerste categorie boeken, misschien moet ik het eerst even uitleggen. 5 categorieën boeken als je het in je klas gaat doen. Bij elke categorie een aantal boeken waar de studenten gewoon lekker in kunnen bladeren, waar ze in kunnen kijken. En het idee is dat ze 5 minuten in een circuitvorm aan al die verschillende soorten boeken proeven met het idee een boek te vinden wat naar meer proeft, naar meer smaakt en wat ze verder willen lezen. Dat is eigenlijk het idee van de boekenproeverij. De eerste categorie die we hierbij bedacht hebben is de young adult categorie. De young adult categorie zijn boeken die speciaal geschreven zijn voor jonge mensen en dan houden we gemiddeld gezien aan de leeftijd tussen de 15 en de 23 jaar. Neemt niet weg dat leesconsulenten van de 49 deze boek ook nog heel, heel erg graag lezen. Sterker nog, ik doe bijna niets anders. En de young adult boeken zijn de boeken die ook uit de monitor vaak komen als boeken die ze heel leuk vinden om te lezen. Omdat ze graag lezen dingen vanuit hun eigen belevingswereld. Ik heb hier zomaar 5 voorbeelden gedaan. De boeken van Mel Wallis de Vries doen het altijd goed. Wat zou Martin doen? Ja, dat is ook een prachtig boek. Ik zie aan Annette dat ik door moet. Nou, meer, ik had nu de dia weer net weggehaald. Jij bent nu in beeld. Oké. Dan dat ik toch het beeld ben, dan shine ik even door. Ik heb een van de boeken even meegenomen. Het boek van Khalid Boudou, Alles of Niets. Ze zeggen wel eens dat jongens moeilijk aan het lezen te krijgen zijn. Maar ik denk dat ze bij dit boek super makkelijk aan het lezen te krijgen zijn. Dit boek gaat over een jongen van de jaren 17 die een beetje gokverslaafd is. En vanuit die verslaving maakt hij hele spannende dingen mee. Verliest hij heel veel geld. Zijn oom wordt achterna gezeten door criminelen.
denk ik voor heel veel jongens een heel interessant boek. Want het grappige is dat heel veel boeken, ook young adult boeken, meisjes in de hoofdpersoon hebben. En dat wil niet zeggen dat jongens niet graag boeken lezen waar meisjes in de hoofdpersoon zitten. Maar nou ja, ik wou ze toch even extra in het zonnetje zetten. Een van de boeken uit de boekenproeverij. De volgende categorie die wij er altijd bij doen, is de categorie, en we hebben hem eventjes heel flauw de Netflix boeken genoemd. Waarschijnlijk als je de titels nu voor je ziet, zie je al meteen wat ik bedoel. Driekwart van de series zo ongeveer die op Netflix en Videoland en elke andere streamingsdienst te zien zijn, zijn namelijk gewoon gebaseerd op een boek. Dat weten de uitgevers ondertussen ook, want je ziet nog steeds meer boeken ook de streamingsdiensten opgeplakt van waar ze het verhaal kunnen kennen. Nou, Riverdale, Mokromafia spreken ook allemaal redelijk voor zich. Ik wil uit deze even twee boeken in het zonnetje zetten. Mokromafia, er is geen boek wat zo vaak en zo veel uitgeleend wordt als dit boek. Dit boek heeft een continue wachtlijst van studenten die het boek willen zien. Dit boek sluit exact aan bij wat de meeste jongens, maar ook heel veel meiden willen, namelijk hard, rauw. Het is een boek waarbij je afvraagt of eigenlijk bedenkt dat je eigen leven nog niet zo heel gek is. Want daar houden ze van. Klinkt gek, maar dat krijg ik wel vaak terug. En dank je wel dat hier een serie van gemaakt is. Want dat heeft gemaakt dat dit boek continu uitgeleend is. We hebben bij één locatie zelfs 7 exemplaren. Altijd weg. Dus ik heb voor deze heel hard moeten knokken. Mokromafia. En het is eigenlijk nog best een heel lekker boek om te lezen. Deel 2 is er ook. Deel 3 is geloof ik in de maak. En het boek The Hate You Give. Dit boek heeft echt mijn hart gestolen. Misschien heb je het gelezen. Anders vind ik, als ik heel eerlijk ben, dat iedereen het zou moeten lezen. Er is ook een film, een hele mooie bioscoopfilm van gemaakt. En van die film vind ik dan ook dat iedereen met zijn puber die film moet bekijken. Maar goed, daar ga ik natuurlijk niet over. The Hate You Give. Een boek wat je serieus echt naar de strot grijpt. Over racisme, over Black Lives Matter, over het politiegeweld in Amerika. Op social media is hier ook heel veel over te doen geweest. Ik denk dat als je de hashtag The Hate You Give zoekt, of eigenlijk THUG, kom je natuurlijk op Tupac, waar de tekst eigenlijk van is. Maar je komt ook nog van heel veel meer dingen. En er is een waanzinnig gaaf project wat je in de klas kunt gebruiken met het boek. In een voordelige uitgave en de film. En ik zeg burgerschap. Mag je best een blok over dit boek doen, want dan pak je een hele hoop punten. De categorie graphic novels, waarop de studenten altijd zeggen, oh, mogen wij ook stripboeken lezen dan? Ja, jullie mogen ook stripboeken lezen. Want het gaat er ons niet zozeer om wat je leest, maar vooral dat je leest. En als jij een succeservaring kunt opdoen met het lezen van een graphic novel, pak ze alsjeblieft. Je ziet op de dia al dat er een hele hoop interessante titels bij zitten. Het boek wat ik er even uitgehaald heb is Het Achterhuis van Anne Frank. En het verhaal is iedereen wel bekend. En toch, zeker ook op het KNVO en zeker als je hem in het zonnetje zet, rondom 4 en 5 mei, wordt hij ontzettend veel gelezen. Ja, hij is prachtig, hij is donker. En het feit dat het een graphic novel is, doet helemaal niets af aan het verhaal en het gevoel van het verhaal. Ook hier is een project aansluitend aan. Niet zozeer dat het over Anne Frank gaat, maar wel over, ik meen, jongeren en hun opa's en oma's die ze geïnterviewd hebben, die ook ondergedoken hebben gezeten. De moeite waard om ook even naar te googlen. En vergeet die graphic novels niet, want jongeren die misschien niet dit boek pakken, pakken misschien wel dit boek. En hebben hier een mooie succeservaring mee en kunnen dan misschien weer naar een volgend boek. De categorie die we er ook bijna altijd bij doen, afhankelijk van het niveau op het mbo, maar zeker bij niveau 1 en 2, zijn de boeken die vanuit de uitgevers als eenvoudig communiceren boeken worden gebracht. Dit zijn boeken die zijn hertaald. Je zult zien aan de titels al dat het allemaal bekende titels zijn van gewone
echte romans. En het, wat zeggen ze nu? En deze boeken die zijn herschreven. Ben ik nu zichtbaar of staat die er nog op? Oké. Misschien kan je het al een beetje zien dat de bladspiegel van dit boek wezenlijk verschilt van de bladspiegel van dit boek. De letters zijn groter, de zinnen zijn korter. En dat maakt het voor jongeren die laaggeletterd zijn of laaggeletterd dreigen te worden, of nog niet zo lang in Nederland zijn en nog niet zo heel goed kunnen lezen, of jongeren die denken dat ze niet zo goed kunnen lezen, omdat ze altijd gehoord hebben dat ze dyslectisch zijn en daardoor echt te dom zijn om een boek te lezen. Ja, het wordt nog steeds gezegd. En ja, ik hoor het bijna dagelijks. Vervolgens vertel ik dat de biepjuf ook dyslectisch is en dan zie je ze al lachen. Zo van, dan valt het allemaal wel mee. Het wordt helemaal niet, het verhaal blijft volledig intact, zeg je dat zo? Ja, ja. En dat vind ik echt heel bijzonder van deze serie boeken. Wordt heel veel gelezen op het funderend beroepsonderwijs, de entreeopleidingen, maar zeker ook bij niveau 2. En het geeft, moet ik er misschien nog bij vertellen, de studenten ook niet het gevoel dat je ze af wil doen met een kleuterboek, omdat ze het nog niet zo goed kunnen, maar dat je dus ook voor hun echt een interessant boek kunt aanbieden. Dan de categorie informatieve boeken, de non-fictieboeken. Daar is toch ook altijd wel discussie over of ze die wel mogen lezen. Wij van Huis 73 roepen, ja zeker mogen ze die lezen. Heel graag zelfs. Want ook voor deze boeken geldt, ze zijn keileuk geschreven. Je kunt er hartstikke goed over praten. En als dit het boek is wat jij nodig hebt, lieve student, om van lezen te gaan houden, lieverd, dan krijg jij van mij wel 30 van dit soort goede boeken. Ik heb degene die op de foto staan, dus een beetje expres uitgekozen, omdat ik merk dat studenten graag herkenbare personen zien. Dus nou ja, goed, Fred van Leer en Monica Geuze. En zeker, degene die ik even uit wil lichten is het boek van Kim Kardashian. Nogal bekend bij de jongeren op YouTube en op Instagram en weet ik veel, een ontzettende influencer. Het leuke, het interessante van dit boek is dat hij hier in zijn leven beschrijft, maar vooral ook, en dat zie je eigenlijk al op de kaft, het is misschien een leuk om bij de werkvorm Never Judge a Book by its Cover te gebruiken, of raad de kaft. Dit verhaal laat ook echt de twee kanten zien van hem. Hoe moeilijk hij het soms vindt ook om beroemd te zijn. Maar ja, aan de andere kant leeft hij daar ook van. Interessant boek. Sowieso, bij de informatieve boeken staan heel veel verschillende soorten boeken. Van boeken over sporters, boeken over Holleder staan er natuurlijk ook heel veel. Vinden ze ook superleuk. Maar om maar een beeld te geven en vooral een pleidooi te doen voor het feit dat je ze niet mag vergeten. Omdat het heel veel jonge mensen wel ontzettend aanspreekt. Ik hoop dat jullie een beetje honger hebben gekregen. Boeken gezien hebben die naar meer smaken. Nou denk je, dat gaat misschien allemaal supersnel. Maar we hebben een padlet aangemaakt. Een van de dingen die er bij digitale stukken staat, is padlet. En toevallig ben ik daar echt ontzettend fan van. Omdat het je helpt om een aantal dingen op een rijtje te zetten. En je ziet al de dingen die we in het begin vertelden over actualiteit. Die zitten hier in een rijtje onder. Meer inspiratie zit eronder. En voor mij onder het plaatje van het webinar, daar zie je al een foto waarin die laatste Koen naar boven komt. Alle boeken zijn dus met een klik op die foto eventjes qua titel en auteur gewoon voor jezelf na te slaan. Daarna komen er nog een paar categorieën, maar daar vertellen we je zo meteen meer over. Onze padlet. Hij komt via de mail naar je toe en misschien staat hij zo meteen ook al in de chat. Dan gaan we even stoppen met het scherm, want hierna, nu krijgen we het... we zijn inmiddels bij de vierde vorm, het schrijversbezoek, aangeland. En waarom doen we dat nou? Want het schrijversbezoek was bij ons panel van meelevende mbo-docenten niet per se de meest favoriete. Wel degene die het meest voor's en tegens opriep. Dus daarom is het heel interessant om vandaag even het zonnetje te zetten. Een schrijversbezoek kost veel geld.
kost tijd om voor te bereiden, kost tijd om boeken te regelen, kost tijd op het rooster om die dag natuurlijk ook een aantal groepen achter elkaar daar te hebben. Maar het is de investering oh zo waard. En daarom wilden we deze kans aangrijpen om nog even een levenspleidooi te houden voor het uitnodigen van een echte schrijver. Als je op het mbo zit, kan het dat je beroepsperspectief niet zo ver rijdt dat je een beroep als schrijver een vanzelfsprekendheid ziet. Maar iemand die dat heel goed weet is Alex Bogers, want die heeft heel lang niet gelezen. Het is een schrijver waar, zonder dat hij op zoek is geweest, zeg maar, de boeken lekker van in de kast blijven staan. Maar zowel als hij geweest is en verteld heeft over zijn tijd thuis en hoe ruw en rauw die was, hoe die verslaafd is geraakt aan Mohammed Ali boeken. En volgens mij is hij ook nog ergens in de gevangenis terecht gekomen. Als hij daarover vertelt en je ziet hem dan nu, en dat is zo inspirerend voor leerlingen. Die boeken zijn daarna een jaar gegarandeerd uitgeleend. Daar hoef je zelf niet veel meer aan te doen. Hetzelfde ervaring hebben wij met Buddy Tegenbos, vorig jaar winnaar van de jonge jury. Een prijs die wij graag even extra onder de aandacht brengen. En Yannick, jij hebt ook heel goede ervaringen met Jozef Koepelkas. Ja. Jozef Koepelkas is een aantal keren bij het Koning Willem 1 College geweest. En zijn boek 400 brieven aan mijn moeder. Ik moet mij staan er nog steeds reserveringen op, want we hebben niet zo heel veel exemplaren. Ja, echt heel stom. Volgende keer, note to self. Heel veel meer exemplaren aanschaffen als je een schrijversbezoek gaat doen, want ze zijn continu uitgeleend. Precies, en daarom wilden we deze nog even extra toelichten, want anders dan lees je er straks misschien overheen en dan denk je, nou, niet mijn vitamine, ik ga weer verder. Investering echt dubbel en dwars waar. Ja. Yannick, jij gaat verder met de vierde. Jazeker. De vierde. Vierde. Nou ja, maar meer. Ik begin al een beetje te lachen, want deze die komt wel heel erg dichtbij. Ik maak boekenvlogs voor mijn studenten, zeker in coronatijd, waar ik weinig op locatie mocht zijn. Maar ik doe het ook met een ander doel, want ik kan niet heel veel klassen bedienen om zelf elke week leuke boeken te komen promoten. En de boekenvlog kan dat wel, want dan neem ik lekker in de bieb een filmpje op, stuur ik naar de docenten en de docenten laten het dan in de klas zien. En dan hebben we toch weer zo tjoep, een aantal boekentips kunnen geven. Hij staat ook als werkvorm in een van in de brochure. Misschien leuk als jij als docent een aantal, toevallig in het weekend een leuk boek hebt gelezen en daar een korte vlog van maakt. Nog leuker denk ik als je studenten vraagt als een soort van boekverwerking om een vlogje te maken over hun boek, om dat vervolgens dan weer in de klas te laten zien. En zo krijg je natuurlijk een hele levendige vorm van boekpromotie. En het is wel inspirerend. Nou, ik heb er twee recente vlogjes heb ik even uitgekozen om te laten zien. Deze vlogjes die heb ik op mijn YouTube kanaal staan en die stuur ik, de linken stuur ik naar de docenten van de betreffende opleiding. Allereerst wil ik graag een klein stukje laten zien van een vlog die ik onlangs gemaakt heb voor de studenten van het KNVO. En ik zeg zo meteen wel waarom. Je mag hem laten zien alsjeblieft. Hallo, leuk dat je kijkt. Hier ben ik weer. Yannick van de Biep met een superzielige toeter. Ik wilde vragen of jullie al een beetje klaar zijn voor het EK. Want ik wel, met mijn oranje slinger en mijn beetje zielige toeter. En ik vroeg me af, zijn jullie toevallig al deze week langs de schoolbiep gelopen op het KNVO? Dan zal je het al wel gezien hebben. Want de boeken die ik in het zonnetje wil zetten deze keer hebben allemaal te maken met voetbal. En ik wil er drie even met jullie bespreken. Het eerste boek wat ik met je wil bespreken is het boek De Voetbalmakelaar. Dit boek is het verhaal van een Engelse voetbalmakelaar. En hij vertelt in dit boek eigenlijk alle smerige trucs buiten het voetbalveld. In de wereld van de transfers. Een wereld van macht, hebzucht, ambitie, drugs, sleazy dealtjes. Wel interessant als achtergrondinformatie, zodat je ook eens weet hoe dat nou gaat in die wereld van de transfers, waar volgens mij zo ongeveer wel $400 miljoen per seizoen in omgaat.
of zoiets. Het volgende boek wat ik jullie wil laten zien is het boek Schaken met Edgar Davids. Nou, er zullen voor een aantal van jullie de naam Edgar Davids jullie niet zo heel veel zeggen, maar Edgar Davids was een vrij bekende speler uit het Nederlands elftal. En zo gaat hij nog een paar minuten door. De vlog duurt gemiddeld gezien 3-4 minuutjes. Ik laat het even zien, omdat namelijk heel veel dingen die vandaag de dag of in de actualiteit of alleen al datum gerelateerd elk jaar tot ons komen, wel gelegenheden zijn waarover je dus een aantal boeken even in het zonnetje kunt zetten. Denk aan Black Friday, denk aan Halloween, Sinterklaas, Valentijndag, die boeken over de liefde. Kan je als docent gewoon heel makkelijk 3 boeken laten zien. Of vloggend, of zelf laten zien. Dat is dan weer wat je zelf wil. En natuurlijk is de EK natuurlijk een quick fix, zal ik maar zeggen. Met mijn droeftoeter en mijn ket en mijn slinger. Maar er zijn ook wel serieuzere gelegenheden om boekenvlogs te maken. Of eigenlijk vooral boeken uit een bepaald thema centraal te zetten. Daar laat ik jullie nu, althans, Lewien gaat hem zo instarten, het tweede vlogje laten zien. Want het is namelijk juni en juni is de Pride maand. En daar heb ik ook een vlog over gemaakt. Laat maar zien! Hallo, leuk dat je kijkt. Hier ben ik weer, Yannick van de Biep. En deze keer zit ik in de Lifestyle Biep. Voor een prachtige regenboogtafel, want juni is de Pride maand en we hebben heel veel boeken in de bibliotheek die heel mooi binnen dat thema passen. Dus ik heb er een heel aantal van bij elkaar gezet, hier op tafel, kan je zo komen lenen bij me. En ik wil er 3 even in het zonnetje zetten. Het eerste boek wat ik jullie wil laten zien is Love, Simon. En Love, Simon heette oorspronkelijk anders, namelijk Simon versus de verwachtingen van de rest van de wereld. Maar het is als bioscoopfilm Love, Simon in de bioscoop geweest. Love, Simon gaat over Simon, of Simon. En Simon valt op jongens en dat vindt hij zelf helemaal niet zo'n heel groot probleem. Maar hij is online aan het flirten met Blue en een van die e-mails die komt verkeerd terecht. Waardoor wat klasgenoten erachter komen en hem gaan chanteren. En hij piekert eigenlijk de hele tijd over een goede manier om zijn ouders en vrienden te vertellen over zijn geaardheid. Maar tegelijkertijd baalt hij ervan dat het niet zijn keuze is en dat hij daar min of meer toe gedwongen wordt. En hij vraagt zich af waarom je eigenlijk überhaupt je seksualiteit moet verantwoorden. Mooi boek, is door heel veel mensen heel goed ontvangen. En het boek is natuurlijk altijd beter dan de film. Het tweede boek dat ik in het zonnetje wil zetten is het boek Zij en Ik. En zo gaat ook deze vlog nog een paar minuten door met een paar leuke boeken. Is een leuke werkvorm om te proberen en zeker ook aan te raden om studenten zelf te laten doen. Waardoor je dus weer een verwerking, klinkt heel groot misschien, hebt van het lezen van het boek. Zodat het allemaal wat meer gaat leven. Ik heb ondertussen mijn 2 blind dates uitgepakt. Ja, maar dan gaan we even een bruggetje tussendoor. Sorry. Ja, precies. Ik zat nog even te denken, Yannick. Je zou natuurlijk ook een docent techniek of zo kunnen vragen. Of die een keer een voorbeeldrol op zich wil nemen. Hè? Want als je altijd alles vanuit Nederlands laat komen, dan kan dat een beetje jammer zijn. Volgens mij kan je daar best een beetje mee variëren. Elke oplossing. Nu jij het zegt, denk ik, hoe leuk zou het niet zijn om de docent koken van de middelbare horecaschool zijn 3 favoriete verhalende kookboeken te laten presenteren. Want die zijn ook zo leuk. Ja, fijn. Dankjewel dat je die even toevoegt. Ja, een beetje in die rol van helpende volwassenen, maar ook iedereen benutten die om je heen is. Hè? Want zelf heb je natuurlijk heel veel zenuwkracht omdat je boeken zelf gelezen hebt. Maar een andere docent komt bij andere studenten goed binnen, denk ik. Ja. Want jij wilde meteen overstappen naar het laatste onderdeel. Dat heeft ermee te maken dat niet alles natuurlijk op zo'n brochure past. Daar hebben we dadelijk nog even over. 25 werkvormen zijn ook maar 25 werkvormen. Een van onze docenten gaf als feedback: ik vind het niet erg als er meer komen. Wij ook niet. En een van de tips, zeg maar, die nu geen plekje heeft gekregen, maar die heel laagdrempelig is en die heel makkelijk
als eerste samenwerking ook met een bibliotheek op te pakken is voor de docenten. Die wil jij nog even toelichten? Ja, wat ik daar nog bij wil vertellen voordat ik hem helemaal ga toelichten, is dat wij van Huis 73 en het Koning Willem I College natuurlijk echt ongelooflijk veel boeken op locatie hebben staan. Dus ik realiseer me ook dat als ik het heb over boekenproeverij, dat het maar voor ons heel simpel is. Ik loop naar die bieb, ruk daar wat boeken uit de kast en ik ben klaar. Ik realiseer me ook dat waarschijnlijk een hele hoop docenten en andere belangstellenden die hier nu zijn, denken van ja, jij hebt makkelijk praten daar in een bos, maar hoe moeten wij dat dan doen? Nou ja, weet je, ik denk dat als je je lokale bibliotheek belt en aangeeft dat je heel graag een boekenproeverij wil doen, die term kent iedereen die in de bibliotheekwereld werkt zo ongeveer, dat je best met misschien een klaspas of ik weet het niet, dat zij voor jou een mooie collectie boeken klaarleggen. Of nog leuker, misschien mag je met je studenten wel naar de bibliotheek toe om daar een boekenproeverij te doen. Fantastisch! Hebben we 2 jaar geleden gedaan met alle eerstejaarsstudenten van Financiën en Recht. Nou, dat was echt reuring in de bieb. Ja, dat was echt geweldig. En het allerleukste was dat ze allemaal bloedserieus meededen. En dat de oude dametjes die bij ons altijd hun krantje komen lezen en koffie aan het drinken waren, daarna naar me toe kwamen en zeiden, oh, dat is leuk, al die jonge mensen hier in de bieb. Dus dat, ja, dat vond ik echt super grappig. Dus van boekenproeverij, daar kan je met je lokale bibliotheek denk ik best wel een heel eind komen. Of met je mediathecaris als je toch een schoolbrief op school hebt. Of, nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je snapt het idee. Wat ook heel erg leuk is, vind ik zelfs, word ik heel blij van. Dat zijn de vakantietasjes. Elke vakantie, nee, Janiek, elke vakantie langer dan een week. Nee, laat ik eerlijk zijn. Meestal is het alleen de zomervakantie. Stuur ik een mailtje naar al mijn docenten. En zij sturen, althans alle contactpersonen van de docenten. En zij sturen hem meestal wel door naar nog veel meer docenten. En daarin vraag ik, heb je zin in een vakantietasje? Met daarin 3 young adult boeken. Die voor jou als ervaren lezer en als docent easy peasy zijn om te lezen. Dus super ontspannend. Lees je zo weg, middagje strand of aan het zwembad. En dan weet je en weer een aantal nieuwe titels. En na de vakantie kan je meteen met dat vakantietasje en die 3 nieuwe titels in je rugzak je studenten weer een mooi verhaal vertellen over een leuk boek wat je gelezen hebt. En heb je meteen weer boektips bij de hand. Dus het vakantietasje. Het is ook echt letterlijk een tasje wat ik klaar heb met een briefje erop. Jan, ik heb 3 leuke boeken voor je uitgekozen, want ik denk dat je die en daarom het leuk vindt. Ik wens je veel leesplezier, boekenleggertje erin, echt superleuk. Maar in het vakantietasje, het virtuele vakantietasje wat ik jullie nou gun, laat ik ook meteen zien de boeken die ik uitgepakt heb. Wij zijn zeker een match als je van voetbal houdt. Maar als dingen misgaan, kom je er bij mij achter dat vriendschap en familie ook belangrijk zijn. Bij mij beleef je een onvergetelijke zomer. Het boek Match van Buddy Tegenbos. Fantastisch leuke schrijver om ook op bezoek te hebben. En komt ze weer met de jonge jury. Winnaar van vorig jaar van de jonge jury. Het andere boek wat ik had ingepakt. Een date met mij, ik neem je mee op vakantie naar Turkije. We gaan de hiphop promoten. Alles voor de volgers. Het boek van Sinoek Thijssen. Je hebt 1 nieuwe volger. Zij was niet een winnaar daarin, maar toch natuurlijk ook wel, want zij schrijft echt superleuke boeken. Maar zij stond wel op de tiplijst van de jonge jury. Dus ook deze gaat in het virtuele vakantietasje, wat ik jullie allemaal gun. En als laatste, uiteraard, de winnaar van de jonge jury van dit jaar. Het boek Fake Trip van Margje. Ook een spannend boek over een schooltrip die helemaal verkeerd loopt. Docenten die kwijtraken. Gruwelijk, spanning, geheimen. Een pistooltjesboek. Het pistooltjesboek staat in bibliotheektaal voor een thriller. Superleuk boek.
Denk ik, want ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nog niet gelezen heb. Dus ik neem hem straks mee naar huis en ik ga hem ook lezen. Het vakantiekadje. Vraag het aan je leescontrolent. Bel misschien je lokale bibliotheek met de vraag van, goh, ik ben docent. Ik wil graag wat jong erg boeken lezen om mijn titelkennis wat op te krikken. Ik weet zeker dat er iemand binnen de bibliotheek met alle liefde voor jou je vakantiekadje maakt. Dan zeg ik veel leesplezier. En voor de bibliotheken, dat gaat echt in storm lopen hoor. Dat kan je echt aan. Dat is echt te doen. Maar alleen, ik heb een minuutje nodig om af te ronden en dan zijn wij zover. Nou, vandaag de doop van de 25 werkvormen. We hebben niet zo heel erg verteld van, we hebben het zus en zo aangepakt. Maar we hebben onze inspiratiebronnen met je gedeeld. Wat wezenlijk voor ons belangrijk is, en daarom staat het logo ook even onder in de hoek, zijn de docenten van het Koning Willem I. College, maar ook de studenten die ons dus al die ervaringen geven en gunnen. Want om daar rond te lopen, dat is natuurlijk de proeftuin om het te halen. Gebruik de 25 werkvormen zoals je wil. Als je vitamines, als je M&M's en kies er alleen de blauwe uit. Of als je liever een andere kleur hebt, be my guest. Oranje. Ja, het maakt niet uit. In de feedback zei een van onze docenten, het mogen er best meer zijn als 25. Op de Padlet, en die blijft gewoon nog een tijdje openstaan, is de laatste categorie dan ook, naast het vakantietasje met de oplossingen, is de laatste categorie 25 plus genoemd. En we willen je uitdagen. Zet daar jouw eigen vorm in. Feedback van een van de docenten van het Koning Willem I College. Voor mij hoeven er echt geen werkvormen weg. Het is belangrijk dat het hele werkvormen zijn, zodat je als docent die werkvorm kan kiezen die bij je past. Want enkel als het past, dan kun je het overbrengen. En bij deze de uitdaging, verrast ons! En we hopen dat jullie morgen denken van, oh ja, ik ga het gewoon eens een keer uitproberen. En wensen jullie daar heel, heel, heel veel plezier bij. Een lekker warm boekenhart creëren. Nou, dankjewel Yannick en Annette voor dit fantastisch enthousiaste verhaal. Ik kan me niet voorstellen dat de luisteraars niet meteen aan de slag gaan met de werkvormen die jullie hebben gepresenteerd. En al die andere werkvormen die er ook nog zijn. En ook erg leuk dat jullie er een uitdaging bij neerleggen om ook alle anderen weer te leren en nog meer inspiratie te krijgen van elkaar. Ik heb ook nog een aantal vragen voor jullie. Een hele snelle is die ik ook nog zelf kan beantwoorden is of de vlog, de kleine fragmentjes, want we wilden eigenlijk graag verder kijken natuurlijk, of die ook online beschikbaar zijn. En volgens mij is dat ook zo, hè? Ja, ja, dat YouTube-kanaal is gewoon openbaar. Ik heb echt 2 abonnees of zo. Ja. Nou, we krijgen na vandaag krijgen we een heleboel bij. Ja. We zorgen ervoor dat die link ook allemaal in de... Wat je hieronder moet is dat ik hem echt per locatie maak. Dus dan staat er ook echt de Pride vlog voor de afdeling Lifestyle. Kan je ze gebruiken? Veel plezier ermee, hè? Ja. Doe ermee wat je wil. Je mag ze absoluut gebruiken. Ja, nee, mooi. Het fijne was met jullie presentatie dat je behalve de werkvormen ook heel veel boektitels en passant liet zien, hè? En de Young Adult is wel wat heel veel naar voren is gekomen. Nou, er werd ook verwezen naar de discussie die onlangs heeft plaatsgevonden. Ik ga tijdens mijn vakantie in ieder geval ook weer eens de Young Adults lezen. Je had het over The Hate U Give. En het belang van het lezen van het boek en het project wat daaraan verbonden was. Welk project bedoel je daar precies? Volgens mij was het jij, Yannick, of Annette? Nee, Yannick zei het, maar ik kan daar wel op antwoorden. Het is een project van een collega uit Nijmegen, Marjolein Noordijk. En de titel ontschiet me natuurlijk op dit moment, maar die kunnen we altijd toevoegen. En zij heeft ervoor gezorgd dat je de boeken voor de studenten in je klas of uit de e-boekbibliotheek kan lenen van de bibliotheken. Of dat je het tegen een gereduceerd tarief kunt kopen. Ze heeft de toegangsrechten voor de film kunnen regelen. En ze heeft dan een aantal discussievragen bij. Een heel mooi project. We zorgen even dat hij op de Padlet en in de mail komt, hè? Dat is buitenzinnenonline.nl. En dat project heet buitenzinnenonline.nl. En dat is ook een verbinding met de bibliotheek op school, met de stimuleringsregeling. En daarin kun je ook een combinatie maken met het schrijversbezoek. Ik moest even zeker weten of het hetzelfde project was. Dus daarom vraag ik het ook. Ja. Maar een van de eerste vragen die gesteld werd was...
Jullie lieten de monitor zien, de resultaten van de monitor, waarbij geconstateerd wordt dat 20% van de studenten niet houdt van lezen. 80% houdt wel van lezen. Dat vind ik echt een enorme score. Maar iemand stelde wel de vraag van, weten jullie waarom studenten het niet leuk vinden om te lezen? Hebben jullie daar, want het wordt niet onderzocht in de monitor, die vraag wordt niet gesteld, maar weten jullie misschien vanuit jullie praktijk een aantal oorzaken te noemen? Wat je terugkrijgt van studenten is dat ze hebben wel wat anders te doen. Lezen is een beetje saai. Als je een beetje doorvraagt, zit er bij heel veel studenten toch wel een beetje pijn. Misschien klinkt dat heel zwaar. Ja. Ze zijn het niet gewend. Ze werden vroeger niet voorgelezen. Op de basisschool moesten ze lezen, moet je hardop voorlezen. En als je dan net niet helemaal lekker leest, word je uitgelachen. Dus soms zit heel vaak ook pijn tussen of achter. Dus nog nooit een positieve boekervaring. En mensen zien vaak ook tegen het boek op. Ze vinden het boek dik. Ze vinden het ja, jemig. Ja. Het idee is dat een dun boek het beste is, maar daarbij het snelste van af. Terwijl je met een dun boek niet altijd overgehaald wordt om in een verhaal te duiken. Dus het levert je minder vaak een positieve ervaring. En ze hebben gewoon blauwe boeken, net wat jij zegt. Ja. Wat de monitor voor ons eigenlijk ook is, is de manier om in gesprek te gaan. Om te kijken, hey, dat funderen, dat leek voor ons de meest ingewikkelde opleiding, dus de entreeopleiding. Daar hebben ze het aangedurfd om een half uur per dag lezen op het rooster te zetten. Elke dag? Elke dag. En ze zijn er 4 dagen per week. Dus dat betekent dat het aan het einde van het jaar een zelfsprekendheid is. Dus natuurlijk, ja, die omstandigheden, als je die kan creëren, dan kom je heel ver. Ja. Helder. Ja. En andere vragen zeggen studenten ook nog wel dat de taalvaardigheid niet voldoende is om een boek te lezen. Ja, en dat tackelen we dus door heel veel verschillende soorten boeken aan te bieden. Waaronder dus ook de boeken voor mensen die gewoon wat lastiger kunnen lezen. Desnoods halen we er een luisterboek bij. Maar het maakt niet uit. Als je maar eenmaal de positieve boekervaring hebt, dan gaan ze bijna altijd wel. Nee, dat is wel helder. Een andere luisteraar stelde de vraag. Ik ben wat later ingelogd, maar ik hoor allerlei enthousiaste verhalen. Ik ben enthousiast, maar hoe krijg ik mijn collega-docenten enthousiast? Deze webinar terug laten kijken, denk ik. Ja, zeker. Ja. Hoe krijg je je collega's enthousiast? Even zelf goed weten wat je wil en waarom je het wil. Uiteindelijk is een werkvorm een ding, zeggen wij altijd. Dat klinkt heel oneerbiedig. Maar het gaat erom dat wij enthousiast worden van het feit dat iemand gaat lezen. Als de ene manier niet werkt, dan vinden wij dat nog steeds heel belangrijk. Dus gaan we een andere manier zoeken. En als jij degene bent voor het team, zeg maar, die motor wil zijn. Van als één ding niet lukt, kom, dan zetten we de schouders eronder en pakken we het met z'n allen weer op. Dan denk ik dat je je collega's enthousiast krijgt. En dat helpt dus om even pas op de plaats te maken. Na te denken wat je kan, wat je wil. En je niet blind te staren op alle luxe mogelijkheden die wij nu achter ons hadden. Want je zag het in die vlog van Yannick, die hele collectie. Je ziet het in de uren die zij daar op die afdeling mag zijn. Fantastisch. Maar met één boek kan je al voorlezen. Kan je al gesprekken over boeken hebben. Kan je al verwerkingsopdrachten doen. Je kan het op elke manier. Als je enthousiasme maar houdt. Als je maar weet van het is belangrijk. Ik zoek altijd naar nieuwe oplossingen. En netwerken. Misschien is er nog wel iemand in je team. Of juist op een andere opleiding. En je wisselt uit. Je wisselt ervaringen uit. Waardoor je enthousiasme vasthoudt. Je zorgt dat je bij de bibliothekers informeert. Is er niet een overleg? Is er niet iets waar ik aan kan sluiten? Kunnen jullie mij niet maandelijks een tip sturen? Zoek je inspiratiebronnen. Ja. En ook de tip waarmee jullie afsluiten, past een werkvorm toe die ook bij jou zelf past als docent zijn. En waar je zelf gelukkig van wordt om dat te doen. Helder. Als je Yannick ziet vertellen bij de vlogs of bij de boeken of zo. Ik bedoel, dan durf je toch bijna niet te zeggen dat je lezen nu nog leuk vond. Dat je het vroeger niet leuk vond, prima. Maar ja, dan moet je toch bijna wel gaan proberen. Ja.
En niet bepaal jij zelf, de werkvormen of heeft de docent daarin ook een inspraak in op het moment dat je in de klas komt? Als ik in de klas word uitgenodigd, heb ik van tevoren een gesprek met de docent van wat wil je, wat is het doel? Willen we de student in het begin van het jaar bijvoorbeeld laten kennismaken met verschillende boeken? Of willen we juist een beetje verdiepen? We bedenken dat samen, wat je wil doen. Het kan zijn een boekenproeverij, maar het kan ook gewoon een gedichtenworkshop zijn. Dat is een van de boekenvormen die niet aan bod kwam, die je misschien heel makkelijk over het hoofd ziet. Maar gedichten zijn echt een fantastische ingang. Dat denk ik echt. Kort van tekst. Je moet ze een paar keer lezen om ze in te laten dalen. Dus je hebt ook de kans om ze even voor te lezen. Om iemand anders de stem eens te horen. En ook daarmee, je hebt maar één boekje nodig. En je kunt al een paar keer vooruit weer. Dus, ja. En heb je dan tips? Want ja, het is niet voor, maar kun je zo in het blauwe hiernaar een aantal tips noemen? Hans Hagen heeft een bundeltje gemaakt vorig jaar, denk ik anderhalf jaar geleden, misschien hooguit. Dat vond ik wel aansluiten bij onze doelgroep. Heb je er nog meteen eentje paraat? Nou, ik zie ze ook gewoon liggen in de bieb, die hele stapel. Ik denk van, oh, wat stom dat ik die niet meegenomen. Die jonge dame die ik in het begin noemde, Chavonne. Als je op YouTube zoekt, dat is echt geweldig. Dat is in een videootje van Amsterdam, van AT5 misschien wel, weet niet precies. En daar vertellen mensen op straat hoe hun gedicht van haar raakt. En zij vertelt zelf. Maar als je dat laat zien en je leest dit gedicht, dat raadgedicht samen. Ja, je bent eigenlijk compleet, hè? Sowieso, ja. Hè? Instagram wordt ook heel veel gedicht. Instagram-poetry. Staat er ook nog op, hè? Ja, staat zeker als tip erbij. Ja. Ja, mooi. Dan zag ik met de vlog al voorbij komen. Het zag er heel professioneel uit, Yannick. Wat heb je nodig aan materiaal om dit te doen? Ik zal je vertellen, het is echt magisch. We nemen een telefoon, we zetten hem op een stapel boeken en begint gewoon te praten. En that's it. Maar je hebt een appje. Ja, wacht even. Ik heb natuurlijk wel een app, want ik wil natuurlijk die foto's van die boeken erin. Ik heb gewoon een gratis app gedownload, een bewerkingsprogramma. En ik doe het gewoon met mijn telefoon. Ik probeer het eigenlijk altijd in één keer te doen. Want als ik het de tweede of de derde keer doe, dan klinkt het zo gekunsteld. Dus dan heb je inderdaad een vlog met een droeftoeter die het niet zo heel goed doet. Ja. Maar weet je, het is wel echt. En de meeste studenten kennen mij wel, dus die vinden dat ook helemaal niet zo gek dat er een verhaspeling in zit of dat er iets fout gaat. Ik denk een goede tip is de lat niet te hoog leggen en het inderdaad gewoon doen. Ja. Dat is hem, hè? Ja. Ja. Heb je nog een tip voor een laatste vraag? Een collega of een luisteraar hier in het webinar stelt, elke dag vrij lezen is een feest en is een droom die ik heb. Maar als ik maar één lesuur heb en hoe krijg ik dat in godsnaam voor elkaar om dat toch te gaan regelen. Hebben jullie daar nog tips voor? Nou ja, niet als je maar één lesuur hebt. Wat je zou kunnen proberen, en dat proberen wij ook heel erg uit te dragen, dat het lezen met je studenten misschien wel niet per se bij één vak hoort. Misschien hoort het wel bij vakoverstijgend en is het een keus die je als school maakt, zeg ik heel gemeen. Ik krijg vast heel veel mensen over me heen, maar ook ik mag dromen, hè, als leesconsulent. Ja. Misschien is lezen wel een vak aan zich en kan je het van elk vak een klein beetje afknabbelen. Want als jij veel leest, is het ook goed voor je rekenen, is het goed voor je burgerschap, is het goed voor, voor... technische opleidingen lezen. Ja, precies. Ja, dat maakt niet uit, hè. Ik denk inderdaad dat het is wat op funderen waar het een half uur lukt. Wij staan het gewoon los als een half uur op de rooster na de pauze. De pauze die vroeger een heikel moment was als ze binnenkwamen. Lekker helemaal opgepakt van de ruzie die misschien wel plaats had gevonden. Of de interactie die niet lekker was verlopen op het plein. En nu komen ze binnen, pakken ze hun boek. En na dat half uur zijn ze allemaal gemotiveerd. Zitten ze in een bepaalde flow om te lezen. En dat is ook het eerste, zeg maar, wat je van docenten terug hoort. Ik weet niet of het qua woordenschat gaat helpen. Maar wel de stemming in de les, de sfeer in de les, hoe ze dingen op kunnen nemen daarna, dat is echt, dat zie je gewoon meteen gebeuren.
De rust vinden de studenten zelf ook lekker geven samen. Dus dat betekent ook dat de techniekdocent zit te lezen dat half uur. Want we hebben het niet over rolmodellen gehad. We denken dat jullie dat vanzelfsprekend vinden. Maar practice what you preach is een hele belangrijke. Doe wat je van binnen voelt. Laat zien dat lezen belangrijk is door zelf op te lezen. Maar goed, in een half uur, in een uur, in je eentje, dat ga je inderdaad niet redden. Nee. Dan kan je met fragmenten wat doen, dan kan je in ieder geval iets met poëzie doen. En als ik af en toe een keer een voorleesverhaal, en je hebt ook verhalen voor mbo-studenten, zit ik nu in één keer te bedenken. Wat je natuurlijk ook kan doen, is als de voorleesdagen bij het primair onderwijs er zijn, of de kinderboekenweek of whatever, of de... Dat je dan denkt, ja, maar wacht eens even, het voorleesdagen. We gaan op onze school een week lang elke dag voorlezen. Heb je natuurlijk ook al een hele week. En dan weet je niet hoeveel, hè? Dat kan natuurlijk ook. Werk van 31, die zomaar even als laatste uit Yannick komt. Ik wil jullie heel erg hartelijk danken voor dit inspirerende webinar en vooral op jullie enthousiasme. Ik dank alle luisteraars. Het webinar is opgenomen. Dat gaan we naar jullie toesturen, dat kun je naderhand zien. De Padlet die Annette en Yannick hebben gemaakt komt beschikbaar. En uiteraard de brochure van 50 werkvormen voor leesbevordering in het mbo is al beschikbaar. Die kun je al gaan downloaden. Nogmaals heel erg dank. Graag tot ziens allemaal. En heel veel succes met alle werkvormen en vooral heel veel plezier. Tot ziens. Dag. Dag.